Ba, ba, ba. Ik ben deze dagen op een zomerschool in Sint-Petersburg in Rusland. Zomerscholen, dat zijn weken durende evenementen. Deze zomerschool duurt bijvoorbeeld 3 weken. Het zijn evenementen voor mensen die er echt zin in hebben. De studenten die krijgen er niet veel credits of geen credits voor. De docenten krijgen er niet of nauwelijks voor betaald. Je doet het puur uit liefde voor het vak dat je beoefent. Het vak van lesgeven. Het vak van, in mijn geval, taalwetenschap. Deze zomerschool gaat over taalwetenschap. Het gaat over cognitiestudies. Hè, dus onderzoek naar hoe mensen denken. En taalwetenschap is daar in zekere zin een onderdeel van. En het gaat over cultuurstudies. Heel veel cursussen zijn hier te doen over allemaal van die verschillende onderwerpen. De meeste studenten zijn Russisch, een kleine meerderheid van de studenten is Russisch. En verder komen ze van overal uit de wereld. Je geeft als docent allerlei cursussen. Ik geef een cursus nu over mijn vak, over fonologie, over hoe klanken in elkaar zitten. Maar je volgt ook allerlei cursussen. Ik volg bijvoorbeeld een cursus die gaat over ambiguïteit. Ambiguïteit in het algemeen, ambiguïteit in het denken. En dat is interessant, hè? Dat gaat over plaatjes die je, als je op de ene manier ernaar kijkt, een naakte vrouw zijn. En als je er op de andere manier naar kijkt, een raar mannengezichtje vormen. En dan ontdek je dat je eigenlijk dat soort ambiguïteit ook in taal hebt. Ook in de kleinste elementen van taal, ook in de fonologie. Het bekendste voorbeeld daarvan is het zogenoemde McGurk-effect. Je ziet een video waarop je iemand duidelijk ba, ba, ba ziet en hoort zeggen. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. En dan zie je een andere video waarop je iemand fa, 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 fa ziet zeggen. Alleen als je dan je ogen dicht doet, dan hoor je dat hij helemaal geen fa, fa, fa zegt, maar nog steeds ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Dus wat gebeurt er? Dat fa, 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 daar zie je iemand inderdaad fa, fa, fa zeggen, maar ze hebben het geluid van ba, ba, ba eronder gemonteerd. En dat bewijst dus dat je bij praten, bij zogenaamd luisteren, wat je binnenkrijgt via je ogen probeert te integreren met wat je hoort in het geluid. En dat zelfs wat je binnenkrijgt via je ogen het geluid kan overstemmen. Maar het laat ook iets zien over hoe wij omgaan met ambiguïteit. Dat geluiden, beelden ambigu kunnen zijn en dat ze pas in ons hoofd door het samenvoegen en door te proberen de meest logische conclusie te trekken, onbewust duidelijk worden.